De ontwikkeling van plantage Honoribo hadden uitgekeken met de komst van Suralco is nooit gekomen. Dit haalde auteur Justus Keizerweerd van het boek Honoribo Vaarwel vandaag aan bij de boekpresentatie op het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek, IMWO, op het terrein van de Anton de Kom Universiteit. Hij legt uit dat er sinds de komst van Suralco als bauxietbedrijf en dochteronderneming van het Amerikaanse Alcoa in het Honoribo-gebied al strubbelingen waren. Dit boek gaat u dan verder voeren naar hoe de mensen zich hebben gevoeld, de strijd die ze hebben geleverd en de ontwikkeling die Honoribo eigenlijk voorstond, wat ook eigenlijk niet gekomen is. Dan moet ik de schuld niet geven aan een derde of vierde, maar ik geef de schuld aan de mensen van Honoribo zelf. Want iedereen ging uit van mijn eigen zak vullen, mijn eigen belang, mijn eigen macht uitoefenen ten opzichte van de anderen, waardoor er niets van terecht is gekomen. Ik heb begrepen ook dat de maatschappij zich ook hier willen inzetten, maar die heeft zelf ook ingezien dat hoe money wel spent, als aan het meer tellen. Keizerweerd heeft het boek niet geschreven voor roem en eer. Hij wil hiermee bewerkstelligen dat de jarenlange strijd eindelijk tot zijn recht komt. Geweest om rechtvaardigheid, om eerlijkheid en om de voorouders die zoveel, zo lang gestreden hebben voor hun gronden, waardigheid te creëren, begrip te creëren en de mensen zodanig bij elkaar, om de familie ook zodanig bij elkaar te brengen dat de neuzen in één richting gelijk werden. Het boek dient als waarschuwing voor de voortdurende uitbuiting in verschillende industrieën en roept toekomstige generaties op om het beter te doen voor Suriname.